kunnen bezoekers verwachten van de voorstelling in Theater de Stoep? Nou, wij brengen, de voorstelling heet dus Cubis Blues. We brengen eigenlijk een bloemlezing uit het werk van Harry Musquet, de zanger van Cuby the Blizzards. Maar Harry Musquet heeft natuurlijk ook een solo carrière gehad en uit die periode spelen we ook nummers. En wat eigenlijk wel bijzonder is aan deze voorstelling, vind ik persoonlijk, dat wij ook nummers spelen, een aantal die mensen nog nooit live van de Blizzard zelf of van Musquet zelf hebben gehoord. En ik kan het natuurlijk weten, want ik ben er zo lang bij geweest en sommige nummers staan wel op de plaat, maar zijn nooit live vertolkt. En daar doen wij ook een paar van, naast de grote hits natuurlijk, die iedereen wel kent, uit de top 2000. Maar dat kunnen mensen verwachten. Buiten het speciale natuurlijk met rondom de muziek, is een theater dan net een wat bijzondere locatie dan andere optredens? Of hoe moet ik dat zien? Nou kijk, het is eerlijk gezegd, ik vanaf 1996 tot 2011... hebben wij als Cuby the Blizzards voornamelijk in de theaters gestaan. En ik denk dat een hele hoop mensen misschien zich dat ook nog wel kunnen herinneren. Het is een muziekvoorstelling natuurlijk in eerste instantie. Maar af en toe vertel ik ook iets over de geschiedenis. Ik praat de nummers aan elkaar. Dat maakt het misschien net even anders dan wanneer je in een café staat of in een kroeg met een bandje, zeg maar. En we hebben een grote band, negenkoppig met een blazersectie. En mooi licht natuurlijk. En dat maakt het echt net dat het iets specialer is. En tijdens de voorstelling ook twee gasten uit de UK. Hoe is dat ontstaan? Nou, één eigenlijk. Hè. Dus, één? Ik heb twee vocalisten. Erwin Nijhoff. Kennen mensen misschien. Hij heeft ooit meegedaan aan de Voice of Holland. Dus is in die finale geëindigd. En die vertolkt het grootste gedeelte van dit repertoire, omdat ik 2 jaar geleden met hem in een voorstelling, ook een theatervoorstelling, in Assen heb gezeten. Dat was steeds 20 voorstellingen op 1 locatie. En toen vertolkte hij ook de rol van Harry Musquet, ook als acteur, maar ook als zanger. En eigenlijk is zo ook deze samenwerking voortgezet, op deze manier. Maar voor een aantal andere nummers, met name wat steviger werk, heb ik Sean Webster uitgenodigd. Dat is een zanger die eigenlijk uit Sheffield komt, Engeland. Maar die 10 jaar geleden door de liefde eigenlijk naar Nederland is verhuisd. En ik heb hem leren kennen in een van de theatershows van Johan Derksen. En nou, toen is er een soort samenwerking ontstaan. En dus wordt in de theatershow zien mensen dus twee vocalisten. Ik zag toevallig via social media dat er ook een nieuw album uit is. Gaat dat nog voorbij komen of blijft het bij het oudere werk, zeg maar? Ja, die samenwerking met Sean heeft inderdaad geresulteerd dat Sean en ik samen een album hebben geschreven en geproduceerd. Maar dat staat eigenlijk los van dit project. Ik doe ook sowieso meerdere projecten naast deze Cubis Blues. Dat staat hier los van. Maar dat het me wel leuk om te vermelden is, als mensen die er zijn en denken van god, we zijn wel benieuwd naar die samenwerking tussen die twee op een nieuw album. Hij is vanaf 14 januari hier te koop, dus dat mag gerust vermeld worden, wat ons betreft. Ja. En op woensdag 20 december dus in Theater de Stoep. Nog een oproep voor alle mensen die dit horen en kaartjes willen kopen? Ja, graag. Iedereen welkom. Het is wel redelijk gevuld, maar er zijn nog steeds kaartjes beschikbaar. Dus kom langs, zou ik zeggen. Ja, zo lekker nog even voetjes van de vloer zo voor de kerstdagen. Dus welkom, graag.